dames en heren. U ziet de altijd charmante cabaretière Colette Notenboom. Colette is in gesprek met de meneer die via Marktplaats haar baarkruk wil kopen. Hij is onderweg naar haar huis en kan de weg niet vinden. Op het signaal krijgt zij van ons het wisselgesprek. Het is een telefoontje van haar beste, diep verdrietige vriendin, wiens vriend haar in de steek heeft gelaten. Nee, dat is goed. Kom maar langs. Ja. Hé, en waar kwam u precies voor? Voor de borstpomp of voor de baarkruk? Ja, nee, die is er nog gewoon. Prima. Ja. Nou, dan hoop ik dat die goed zal bevallen, hè? Nee, dat die goed zal bevallen. Nee, dat die goed zal bevallen, omdat het een baar... Nee, laat maar. Dit is gewoon een grapje. Laat maar. Nee, dat is niet belangrijk. Dus. Hè? Annelies? Nee, dat is wel belangrijk. Wat? Tom, weg. Oh, popje toch. Och, liefje toch, echt? Och, zei die dat? Zei die dat? Nou, maar misschien moet je ook niet zoveel denken, hè? Denken, dat is nou eenmaal niet je sterkste kant. Nee. En Tom? Waar is Tom nu? Tom, waar is die nu? U heeft geen tom-tom. Ah, nee. Ja, nee, dan is het lastig vinden, want het is hier allemaal eenrichtingsverkeer. Ja, nee, dat vindt u nooit. Hé, waar zit u nu? Een boutiekje met een rood luifeltje. Oh, nee, dan weet ik al... Nee, u zit aan de andere kant. Ja, nee, u zit aan de andere kant. Ja, nee, ik dacht dat u... Goh, ja. Het is goed dat u niet zwanger bent, hè? Nee, Annelies, ik snap dat gevoelig. Ik weet dat je liever geen kinderen wil, omdat je denkt dat je geen goede moeder zou zijn. Dat weet ik. Tom vindt dat. Tom vindt dat jij geen goede moeder... Nee, dat... Nee, dat begrijp ik gewoon verkeerd, ja. Het is een gezamenlijke beslissing. Jullie willen allebei geen kinderen. Natuurlijk wil u wel kinderen. Ja, nee, anders, dat zou raar zijn, want daar heeft u anders een baarkruk voor nodig. Ja. U heeft er al 3 en u wil er nog 1? Kinderen? Waar heeft u 4 baarkrukken voor nodig? Om bier op te drinken? Maar heeft u de foto er dan niet? Huh? En is dat dan niet te laag voor aan een bar te zitten? Ja, je kunt er altijd langere poten aan zetten. Dat... En op zich is het wel handig, dan zweet het niet zo. Dus... U bent er al? Ja? Bent u dat in die rode Peugeot? Ja, ik zie u zwaaien. Ik zwaai... Ja. Kijk uit voor die... Ja. Goh, u rijdt ook stevig, zeg. Dat zegt Tom ook altijd. Nee, dat zei ik niet. Niet dik. Niet... Nou, niet dik. Nee, niet dik. Stevig. Dat is toch niet hetzelfde? Wat heb ik nou net gezegd? Nee, dat... Ook niet dikker. Gewoon stevig. Annelies, wat vind je er nou eigenlijk zelf van? Nou, het kan af en toe raar lopen met zo'n wisselgesprek. Maar goed, als jij dit wisselgesprek goed hebt gevolgd, dan kan je een mobiele telefoon winnen. Klik in het menu op wisselgesprek en doe mee aan de prijsvraag. Ga je niet mee naar winkelcentrum? Weet je, ik heb eigenlijk nu geen zin om met jullie naar winkelcentrum te gaan. Oh. Volgens mij mag ze gewoon niet van haar ouders weg. Die zijn echt dom, die begrijpen niks, hè? Je gaat heus niet dood als je even een glas water... Hey, nou moet je mond houden. Jij moet je mond voor mij houden, want ik ben ouder dan jou. Ja, zo heb je door het rust bijna maar klaar mee, zeg mis. Ik doe mijn best thuis, op school en overal om een goed meisje te zijn. Ik wil niet zoals mijn moeder worden. Ah, oh, bedoel ik nog maar deze. Hier ben je, ondanks mijn moeder.
Ik heb mijn hoofd op. Ik zit vaak in mijn kamer. Ik ben het elke dag weer. Ze praten over ons, maar nooit met ons. Oh my god. Waarom moet ik kiezen tussen mijn ouders en mijn vrijheid? Hey, waarom ben je zo te lachen? Wat doe je hier op deze tijd, jongen? Hij moet, kleine broertje, bemoei niet met mij, oké? Waarom doet hij zo? Nee, op, kızım bana doğru yanlış. Je vertrouwt me echt niet, hè? Türkçe konuş. Hollandaise delirtme adamı. Türkçe konuş. Türkçe konuş. Bu yaştan sonra katil mi edeceksin beni? Wat wil je dan? Cengiz. Aman Allah, bunlar benim ilaçlarım. Hepsini mi aldın bunları? Şengül! Şengül! Mevrouw Şengül, 16 jaar. We zijn zo lang hartsvrienden, je moet het vertellen. And when you're hating, you're bound to get outraged. Yeah. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight.